Zo ziet de gemeente Leiden het graag. Een historisch centrum waar het blik zoveel mogelijk van straat verdwenen is. De Nieuwe Rijn wordt op proef autoluw, maar GroenLinks-wethouder Ashley Noord ziet de auto's ook graag verdwijnen van het Rapenburg en van de Lange Brug. Onze mooie historische binnenstad is natuurlijk niet gebouwd op autogebruik. En de auto neemt veel ruimte in. En die ruimte willen we graag besteden om bijvoorbeeld lekker rustig te kunnen wandelen. Of om bankjes neer te zetten of om groen aan te leggen. Zodat onze binnenstad nog mooier wordt en nog prettiger wordt om te verblijven voor bewoners en bezoekers. Het is een ontwikkeling die vooral voor de economie van historische steden gunstig is, zegt hoogleraar transport en mobiliteit Bert van Wee. Maar meestal is er in eerste instantie wel weerstand tegen. We zien wereldwijd uit allerlei onderzoeken het patroon dat als je de rol van de auto terugdringt, dat heel veel mensen tegen zijn, zowel burgers als ondernemers. En als je dan toch die maatregel invoert, dat mensen na invoering veel positiever zijn. Ook in Leiden zijn ondernemers bang voor een daling van hun omzet. Leiden Groen en Bereikbaar vindt daarom dat eerst gekeken moet worden naar alternatieve parkeerplekken aan de rand van de stad, voordat de stad autoluw wordt en de parkeertarieven omhoog gaan. Dan moet je iemand wel de mogelijkheid geven om zijn auto ergens makkelijk te parkeren en van daaruit op een ander vervoersmiddel over te stappen. Als je dat niet doet, dan zijn mensen eindeloos rondjes aan het rijden en zonder goede bewegwijzering raken ze het spoor bijster en zullen rechtsomkeer maken naar een van de omliggende grote winkelcentra waar het parkeer gratis is en voor de deur. Dus je moet ervoor zorgen dat die reis aangenaam, aantrekkelijk en zo goedkoop mogelijk is. Van Wee heeft twijfels over het nut van parkeerterreinen aan de rand van de stad, omdat steeds meer mensen de auto laten staan en ander vervoer kiezen. Dus het is niet zo dat al die mensen die nu met de auto komen, straks met de auto blijven gaan. En dat betekent dat dat soort plannen wel eens minder voordelen kunnen hebben dan van tevoren gedacht. Het zou mij niet verbazen als je het netjes onderzoekt, en dat zou ik sowieso doen, dat zou blijken dat de kosten te hoog zijn ten opzichte van de voordelen. En dat uiteindelijk de conclusie is, dat moeten we toch maar niet doen. Dat onderzoeken we ook al. Waar kunnen we die gaan plaatsen? Daar werken we ook nu met ondernemers samen. Dus dat behoort zeker tot een van de goede oplossingsrichtingen. Dus daar kijken we heel serieus naar.